probleem van kraaienpootjes is dat als mensen zich daaraan storen. Nou, soms is het gewoon charmant. Ik heb ook wat kraaienpootjes als ik lach. Maar als het bijvoorbeeld te veel doorloopt of als mensen echt denken van goh, die huid is daar veel te dun in geworden. Dan kan dat een probleem zijn. Het belangrijkste middel is gewoon botox of azallurum. Dat is het middel wat we daarvoor gebruiken. Belangrijk is dat je dat er zijn meerdere botoxmerken. En ik vind azallurum daar wel het beste middel voor de kraaienpootjes, omdat die wat ietsjes wijder werken. Dus het werkingsgebied is ietsjes groter. En dat is voor de kraaienpootjes wel heel belangrijk. Daarnaast kan je dat soms ook met beloteren of met fillers. Als het echt heel veel is, kan je het ook versterken. Dus dan maak je de huid wat dikker. Ja. Belangrijk is om te realiseren is dat wat je behandelt is de huid. Dus dat die wat dikker wordt. Of de spier die hier om de ogen zit. Die kan je niet ongestraft maar blijven platspuiten. Daarnaast moeten mensen zich realiseren dat de lach ook van deze spier komt. En als jij gewoon dit ophoogt, dan zul je toch altijd hier spieren wat rimpeltjes zien. En dat is wel iets wat mensen zich moeten realiseren. Maar over het algemeen een duidelijke verbetering van de kraaienpootjes. Dat is iets wat je kan verwachten.